1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3. We gaan weer verder waar we gebleven waren. Ik zit hier in het menu, want ik moet nu een nieuwe kiezen. Jullie hebben me al gestemd en dit keer gaan we Goudmijn doen. Ja, we gaan beginnen. Goudmijn nieuw spel staat te zeker weten. En het muziek is afgelopen. Welkom terug. Heten. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Jullie hebben net even de intro gezien waarin ik heel erg raar zei dat we de goudmijn gaan doen. Want jullie hebben massaal gestemd en er was overduidelijk dat ik de goudmijn moet gaan doen. We zitten dus hier nu in een nieuwe carrière mode en ik heb het scherm weggedrukt. Maar het is toch wel even handig om te kijken wat we gaan moeten halen. En de drie eerste dingen die we moeten halen om beginnen te worden in het park zijn winstuitverkoop van dieren van 200 euro voor paarden. En dan moeten we een totaal maandinkomen uit dierenverblijven van 200 euro krijgen. En een minimale waarde van 50.000 euro. Ik heb wel veel vertrouwen in deze onderneming dingetje iets. We gaan er zeker weten iets moois van maken. En ik zie deze achtbaan staan en de krijgspond staan. Echt zin in seks. Even wat? Wat? Dat sloeg helemaal nergens op. Waarom maakte ik die opmerking? Melf even serieus. Nee. Ik krijg spontaan zin om in deze achtbaan te gaan. Want hij ziet er super... Het zijn twee achtbanen. Oh mijn fucking god. Nu zie ik dat. Zie, dit is een achtbaan. Deze. Deze die gaat iets omhoog. En dan gaat die over deze andere. Oh mijn fucking god. Ik moet die zo meteen echt even in. Holy fucking man. En ik zag ook dat we paarden hebben. Hier hebben we dus paarden lopen. Oh wat leuk. We hebben paardjes. Oh wat leuk. Wat hebben we nog meer? Hier hebben we een huis of zo. Oh mijn god. Wat gebeurt er allemaal met mijn camera? Holy shit. Tieten. Wat hebben we hier? Een huis. De goudmijn. Zo heet het park. Nou ja, we laten hem ook lekker goudmijn noemen. Ik kijk even naar de waarde van ons pretpark. We hebben dikke schulden. Zie ik. Oh mijn fucking god, dat is niet zo leuk. Dus we moeten denk ik maar gaan zorgen om dit park maar even goed te gaan laten lopen krijgen, dingetje. En weet je, we beginnen gewoon maar gelijk met het proberen van een... Ja, er staat hier een totaal maandinkomen uit dierenverblijf van 200 euro. En volgens mij bedoelen ze daarmee dat ik dus met deze, hoe noem je die dingen, prachtige... Waarbij je dan op een hoger het ding staat waarvan ik helemaal niet het nut zie. Dat je dan kan kijken hoe die paarden dan leven terwijl ze daar echt geen ene ruk hebben. Als ik er zo van nadenk, want dit is echt heel onlogisch als je het bekijkt. Want je hebt gewoon zo'n houten hekje... Je kan hier gewoon, waar ik nu met mijn muis zit, je kan hier gewoon gaan staan. Dan kijk je zo over het hekje en zo van, oh, moet je zien allemaal paardjes. Nee, mensen die betalen fucking 2 euro om even een halve meter hoger te staan. Zodat je toch even van een iets hoger perspectief die paarden kan kijken. Terwijl je gewoon ook motherfucking paarden hebt als je gewoon op de fiets gaat fietsen in fucking Nederland. Wel helemaal in Friesland. Je ziet altijd paarden, echt waar. Ook op de fiets als ik naar Heerenveen moet naar school. Ik zie altijd paarden. Er zijn altijd paarden. Altijd een en al paarden. Paarden, paarden, paarden. En af en toe een koe en af en toe wat schaapjes, lammetjes en al die benden. Maar vooral paarden. Het is echt een en al paarden. En daar zou ik echt geen 2 euro voor over hebben om iets hoger te gaan staan. Zodat ik... hier. Ze kijken eens ergens naar. Oh, en waar filmt die nou? Wat filmt deze persoon? Even serieus. Even serieus. Oh, misschien filmt hij dat huis wel. Maar hier, ze staan hier van... Oh, paarden. Oh, ik zie... Oh, moet je zien hoe mooi. Oh, ja, maar er zijn helemaal geen paarden. Oh, dikke Mongolen eigenlijk. Jongens. Dit is het spel. We moeten er niet veel op zeuren. Ik heb nu al volgens mij veel te veel gezeurd. En, voor mij vliegt er allemaal dingetjes uit mijn mond. Dat maakt jullie ook niks uit. Nee, maar even serieus. We gaan gewoon maar even na 5 minuten ongeveer beginnen met een attractie plaatsen. Dat is toch meestal een van de eerste dingen die je doet in een park. En wat zullen wij eens gaan plaatsen? We moeten sowieso dus een minimaal... Of misschien is het leuk om iets in het Wilde Westen stijl te gaan doen. En het wordt ook in dit park nacht, zie ik. Voor mij hebben we dat nog nooit eerder gehad in een park die ik heb gespeeld in deze carrière modussen. En nu wordt het dus een keer nacht. Kunnen jullie eens een keer hoe het eruit ziet in de nacht? En zo ziet het er dus uit in de nacht. Het is echt alle Jezus donker. Oh my fucking god. Nou ja. Laten we anders even een Wild West deal plaatsen. Hij is niet super hoog, zie ik. Maar ja, beter dan dat je een halve meter hoger komt te staan dan wat je paarden kunt zien. Jongen, die mensen die sporen niet. Dat is, nou ja, kan wel om lachen eigenlijk. Maar zo'n plaatsen. Zullen we hem hier ergens zo neerzetten of zo? Ik weet niet. We moeten hem gewoon maar even een leuk plaatje vinden. Als we nou een... Zo, ja kijk, zo, hier zo, woepsakee, nee hier gewoon zo. Doen we hier een ingang en hier een uitgang. Moet je eens kijken, nou dit ziet er toch hartstikke mooi uit. Doen we even de uitgang en dit. Wat voor zandpad is dit? Dit is dit zandpad voor mij.
Ja, kijk, deze moeten we dus hebben. Ik wil wel even overal dezelfde weg hebben, dus dat gaat helemaal goed komen. En we doen nou sowieso even de houten ingang, want die vind ik ook best wel vet. Nou, het hoeft niet een super grote rij te worden. En ik wil sowieso even kijken wat we allemaal voor kraampjes hebben. Even, dat wil ik ook even kijken, want voor mij staat hier nergens in het hele pretpark een kraampje. Nee, dus die mensen gaan zeker weten honger lijden. Of ja, zin in iets, want ik zeg zelf nooit honger. Maar dat heb ik al een keer eerder verteld waarom ik dat niet zeg. Dus dan moet je even een andere video kijken. Ik weet niet in welke video ik dat meld. Maar wat zullen we eens even neerzetten? Ik vind een steakhouse echt wel iets Wild West. En helemaal de outlook hiervan. Dus deze gaat sowieso weer in mijn praten. Oh. Oh mijn fucking god, Melvin. Nou jongens, steaks halen. Je moet eerst door het zand lopen. Wil je steaks kunnen krijgen? Godsamme, waar? Nee, deze ga ik gewoon verwijderen. Want dit is echt een onlogische plaats. Godsamme, die misklikken soms. Ik moet echt nodig een nieuwe muis hebben, want het is echt pure bagger. Maar waar zullen we hem even neer gaan zetten? We draaien hem even sowieso twee kwart slagjes. En misschien is een gewoon een... Ja, hier plaatsen we hem neer. Gewoon hier, hupsakee. Hup, steaks, kan daar kopen. Heerlijke steaks. Wat voor... steakhouse... hoe gaan we het noemen trouwens? Even een... Flacy dingy. Ik weet niet waarom. Boeien. Steak in een broodje. Meestal heb ik steak op een broodje. Dus ik moet sowieso even die naam aanpassen. Want dan kan ik me daar een ergeren. Wat zullen we er allemaal even mee doen? We doen een kaas en ketchup op. Dan mogen ze zelf weten hoeveel ze erop doen. Nou, steak is meestal wel wat duur. Dus 2 euro. Mensen kunnen steak halen. Alsjeblieft. We moeten trouwens ook even zorgen dat dit reuzenrad open gaat. Deze reuzenrad doen we sowieso ook even wat duurder. 2 euro. Zo alles gewoon 2 euro maken in het pretpark. Dat vind ik wel een leuk iets. Hij heeft nog geen naam. Dus een... hoe gaan we hem noemen? Reuzenradwiel. Ja. Reuzenradwiel, prachtig. Er kunnen daar nu mensen in. Voor mij heb ik hem open gedaan. Ja, ik heb hem open gedaan. Mensen kunnen nu dus van een hoger perspectief naar de paarden kijken. Want ik snap nog steeds niet waar deze mensen naar kijken. Oh mijn god, ze zijn dus allemaal de weg gegaan. Wat ik zeer terecht vind, want ik snap niet wat je daar nou aan... Waarom zou je paarden willen zien? Slaat helemaal nergens op. Even serieus. Maar weet je, we gaan gewoon even in een achtbaan ondertussen. En welke achtbaan zullen we even ingaan? Ik vind deze treintjes ding ziet er toch wel heel erg spannend uit. Wacht, dan moet ik er zo op drukken. En dan drukken we op die. Zit ook nog eens voorin. En dan hoop ik dat wij heel snel weggaan. Nou, als je ziet naar hun gezichten, je kan sowieso zeggen dat die veel zin in hebben dat we in deze achtbaan... Oh my fucking god, het ziet er best wel episch uit. Ik ben benieuwd hoe deze achtbaan gaat. We gaan hier eens een stukje naar beneden, zie ik. Dat is ook... Waarom zou hier al gillen? Waarom zou hier al gillen? Zo hoog stijl is het niet eens. Waarom... Nou ja, daar gaan we voor de rest nog niet op in. Waarom zeur ik zoveel deze video? Ik weet niet. Oh my god, zie dit. Oh, moet je zien hoe mooi. Oh, we gaan nu omhoog. Oh, wat leuk. Oh, we gaan ook nog in het tunneltje. Oh, moet je kijken. Oh, er staat ook nog een kerel te schieten. Waarom schiet hij... What the fuck, zit hij helemaal in de grond? Wat de... Oké, natuurlijk, joh. Die zat helemaal in de grond, die man. Nou ja, daar gaan we... waarom zou ik daarop letten? Ik vind het een super vet achtbaan. Oh my fucking god. Oh, tunneltje. Wat hebben we hier dit keer? Oh my... Holy shit, man. Dit is nog een grote tunnel. Hij gaat trouwens niet zo snel, dat vind ik wel jammer. Deze achtbaan mocht van mij wel iets sneller gaan. Maar ja, het is op zich een leuke achtbaan, even serieus. Ik vind achtbaan altijd wel een leuke attractie om in te gaan. En het was hem ook, zie ik. Nou ja, dat was dus de achtbaan. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze achtbaan. Ik vond het in ieder geval een leuke achtbaan, maar of ik nou echt daar... Hoeveel euro is dat ding trouwens? Als ik daar... 4,90 euro! Het is geen kermis, man. We doen deze 4 euro. We gaan allemaal, we gaan steeds werken met machten. Dat vind ik wel leuk. We gaan machten werken. En voor de mensen die niet weten wat macht is. Als je een 2 hebt en dan doe je dat op de macht 2. Dan staat er een hoger 2'tje bij. Dan heb jij 4. Want 2 maal 2 is 4. Als je 2 tot de macht 3 hebt, is 8. Ik hoop dat je het nu begrijpt. En als je het niet begrijpt, ja, dan... Je krijgt het sowieso, voor mij ook wel bij wiskunde A in de tweede. Of misschien wel ook wel zelfs in de eerste klas. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar het is dus niet heel moeilijk. En ik ga gewoon dus lekker alle prijzen met machten doen. De steak heb ik hier 2 euro. Die is 2 euro. Die is 2 euro. Nou, die is 4 euro. Hoe duur is dit ding? Die moet dan ook 4 euro. 5,90 euro! Jezus, man. Nou, 4 euro doen we hem ook. Fucking, what the hell, man. Zijn die mensen gek of zo? Krankinkoff. Jezus, man. 5,90 euro voor een achtbaan. Jongen, de kermis is nog goedkoper. Dan betaal je ook voor een ritje in een booster fucking 4 euro. Maar 5,90 euro voor een achtbaan, dat gaat mij toch iets te ver.
Maar laten we even kijken of we al iets hebben gehaald. Nee, een minimaal pretpark waar hebben we nog niet gehaald. Anders gaan we gewoon even... Weet je wat we gaan doen? We gaan een dierenverblijf plaatsen. Ja, dat vind ik leuk. Wacht, ik zal even kijken naar de ondernemersdingen. Kijken of we hier ergens een dierendingverblijf moeten maken met speciale dieren. Nee, het is allemaal een totale maandinkomen uit dierenverblijven zo. En voor mij kan ik dat hier allemaal zien. Kaartjes observatiegalerijen, dat is 148 euro. Nou, dat is dus niet bepaald veel. Dus we moeten sowieso veel meer dierengalerijen dingen gaan plaatsen. Dus we gaan gewoon een dierenverblijf plaatsen. Ik zal eens even kijken wat voor dieren we tot onze beschikking hebben. En wat voor dieren nou echt bij een wilde westen pasten. Nou, sowieso paarden, dus die hebben we al. En wat zou er nog meer hebben? Ja, giraffen. Zie jij... Zie je dat voor een cowboy achterop een giraf met een lasso, maar dan zo'n andere giraf pakken. Hey, heeft die giraf. En dan hebben ze giraffenvlees. Nee, een kameel. Een kameel. We doen gewoon een kameel. Zullen we hier gewoon een kameel plaatsen? Hupsakee, kameel. Moet je kijken, we gaan hier een kameel plaatsen. Ja. Oh, een kameel. Oh ja, we gaan hier gewoon een kamelenverblijf plaatsen. Moet je kijken. Hupsakee. Kamelenverblijf, jongen. Op een top, mooi. Wat voor verblijf hebben die beesten nodig? Moet ik ook even kijken. Deze, denk ik. Een kameel. Nee, deze dan. Nee, die. Nee, die. What the fuck, waar hoort een kameel in? Waar hoort een kameel in? Grote planteneters. Neushoorn, fucking groot. Panda, fucking groot. Nijlpaard, fucking groot. Kameel. Een kameel vind ik niet een reusachtige planteneter. Maar ja, oké, als zij dat zeggen, dan gaan we er maar van uit. Maar dat vind ik iets wat overdreven. Kom op zeg, wacht. Ik zal trouwens eerst even dit allemaal weghalen, want dit gaat niet helemaal goed, dat hek. Ik zal deze gewoon weg... Ja, hier maken we gewoon het verblijf van die kamelen. Hupsakee, gewoon zo. Hupsakee, hier, verblijf voor de kamelen, jongen. Hoi. En dan plaatsen we even het verblijf hier neer. Hoi. Verblijf voor de kamelen. Hoi. En dan moeten we nu nog kamelen plaatsen. Hoi. Waar hebben we de kamelen staan? Een kamel hebben we hier. Hoi. Een mannetjeskameel. Zul die eerst maar neerpleuren. Een mannetjeskameel. En een vrouwtjeskameel. En nog een mannetjeskameel. En dat vind ik wel een mooi aantal. We beginnen gewoon eerst maar met 3 kamelen. Moeten sowieso even zo'n observatiegalerijtoren ding maken. Ik zal sowieso even kijken waar we die hebben staan. Oh ja, die staat hier ook te... Ja, kijk, daar staan ze. Hier moet... Of is goed? Die. Ja, moet je kijken. Zo'n hele grote... Nee, geen hele grote. Dat vind ik niet mooi. We plaatsen gewoon hierheen. Kijk eens aan. We plaatsen een mooie prachtige observatiegalerij voor de kamelen. Kunnen de mensen ook genieten van de prachtige kamelen die wij nu in onze goudmijn hebben. We maken hier gewoon even dat paadje gewoon af om eromheen. Dan kunnen de mensen daarheen lopen. We hebben nieuwe attracties, zie ik. Een aquarium. Dat vind ik wel super vet. Voor de rest hebben we nog niet super veel meldingen gekregen. Dus daar ben ik blij om. Want soms word je echt helemaal stapelgek van. Van al die meldingen. Dat wordt niet leuk. Nee, dan kan je echt om huilen hoor. Om die meldingen. Ik zal ook even kijken of we nog leuke boompjes hebben die we kunnen plaatsen. Ja, het is meestal dat het allemaal van zulke... Is hier wel een verblijfdier? Oh my fucking god. Het hele ding ligt vol met stront, man. Wat doet dat mens? Waarom doet die dierenverzorger niks? Dierenverzorger, hupsakee, er moet er sowieso even één bij. Holy shit, check hoeveel scheid er ligt, man. We zorgen even dat één van deze twee alleen maar scheid gaat opruimen. En ja, die. En dan geen troggel gaat bijvullen. Oh my fucking god, het hele ding ligt vol met scheid, man. Dat is niet best, dat is helemaal niet leuk voor die beesten. Ik zou ondertussen misschien nog even wat leuke boompjes kunnen plaatsen. Maar ik zie ook alweer dat deze aflevering iets wat lang bezig is. We plaatsen nog even hier een cactus neer. Vind ik leuk. Cactus, hupsakee, cactus neergepleurd. Ik vraag me af of ook in het echt zulke wildwestparken bestaan. Want het is wel, ja, op zich wel leuk zo'n wildwestpark. Maar zou dus ook echt bestaan? Zou er nou echt ergens een wildwestpark zitten midden in Amerika of zo, waar dan alle mensen naartoe kunnen, zodat het echt super vet is? Dat het helemaal niet super vet is eigenlijk. Ja, het lijkt me op zich wel super vet, zo'n wildwestpark. Maar ik denk niet dat het echt wildwestparken zijn die echt in een middle of nowhere zitten, die echt alleen maar wildwest thema's hebben. Ik denk niet dat die er echt zijn, maar voor mij zijn er wel op zich leuke parken die een soort van wildwest thema hebben, als je me begrijpt. Ik weet niet waar ik heen wil met mijn verhaal, maar ik hoop dat jullie dat begrepen. Ja, oké, mooi zo, dankjewel. Het sloeg helemaal nergens op. Ja, het slaat wel vaker nergens op. Ik plaats alleen wat leuke boompjes neer en dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken. We hebben hier nog een leuke cactus, zullen we die daar maar even neerzetten. En daar nog maar even zo'n dikke dildo, lijkt het serieus wel op. Misschien nu nog even een cactus bij deze beesten. Ik weet trouwens niet eens wat voor
omgeving deze beesten het liefst lopen. Nou ja, dat maakt niks uit. We moeten trouwens nog even het dierenverblijf overmaken. En daarna eindig ik deze aflevering. Deze doen we ook in een 2 euro. 2 tot de macht 2. En dan hebben wij een kijkplatform bij onze kamelen. Moeten wij zorgen dat de 200... euro uit de observatiegalerij kunnen halen in 1 maand. Ik heb er wel vertrouwen in, maar of dat ook echt goed gaat lukken, dat weet ik niet. Het is trouwens wel een groot oppervlakte waar we... Wacht, we hebben nog een uitdaging. Zullen we eens even een uitdaging lezen? Olifantenbewustzijnsweek. Het is Olifantenbewustzijnsweek en Olifantenclub wil graag meer bekendheid. Verkoop 100 olifantenoren en ballonnen in 3 maanden. Maak veel reclame. Deze objecten worden verkocht in de safarihoeden en de speelgoedkraampjes. Zullen we dat gewoon proberen? Dat vind ik een leuke uitdaging. Dus we moeten ballonnen, olifanten en olifantenoren. En dat moet dus met safarihoeden en speelgoedkraampjes. Oké, okay, zullen we dat doen? Ik plaats nog even snel zo'n safarikraampjes, zo'n speelgoedhonden ding. Safari speelgoed ding. Bestaat die? Safarihoeden en safari speelgoed was het toch? Volgens mij. Ik kan me het niet meer helemaal goed herinneren. Maar voor mij waren het deze twee. Nou, we plaatsen ze hier bij de ingang. Want dan gaan mensen echt gewoon... Als ze uit het pretpark gaan van... oh kijk, we moeten nog even er langs. Dus we moesten safarihoeden kopen. Ballon, olifant, die doen we dan 1 euro. Want dan gaan mensen misschien wel eerder een olifantenballon kopen dan zo'n ander ding. Misschien is het ook wel handig als we wat meer kraampjes gaan neerpleuren. Zodat we echt even een keer een uitdaging halen. Want ik kan me niet herinneren dat we ooit een andere uitdaging hebben gehaald. Dus dat lijkt me wel een keer leuk om een uitdaging even goed te halen. Dan zetten we hier het apenkraampje neer. Waar doen we die? 1, 2, zitten er tussen. Hupsakee, hebben we hier het apenkraampje. Dan moeten we de olifantenoren, die doen we 50 cent. 50 cent in aanbieding. In de aanbieding 50 cent, dames en heren, olifantenoren. Eenmaal, andermaal olifantenoren. Wie wil nog een olifant? Bidden. Wij zagen trouwens even in het Engels. Was het vrijdag. Gingen we iets leuks doen in de les. Dan kijk je mensen naar een documentaire. Het was een documentaire uit over de staten in Amerika. Maar dat was dus een stukje. Dan lieten ze zien hoe ze daar zo'n veiling deden. Nou, die kerel die praatte snel. Dat was echt van... $300, €400, ja, €400, ja, €400, even eenmaal aan de maat, €400, €500, €500, €576, €578, nee, ik kan het niet. Die kerel, dan zei die, bid it up, zodat mensen dan hoger gaan bieden van, bied hoger. En die zei het echt, bid it up. En dat verstond je gewoon niet, dat was echt fucking raar. Maar ik plaats hier nog even safari hoeden neer, dan kunnen mensen daar een leuke olifantenballon kopen, die we trouwens nog even wat goedkoper doen. 80 cent, wie wil nou niet voor 80 cent een olifant? Ballon, nou ik niet. Waarom zou ik een olifantenballon willen? Ik weet niet waarom ik een olifantenballon wil. Maar ik ga nu ook even zo snel praten als die kerel van die veiling. En ik eindig gewoon de video. Ik praat nog even eens zo'n safari speelgoed ding. Die plaatsen we helemaal hier. Gaan mensen misschien daar ook nog wel iets kopen. Ik weet niet of die mensen daar wat gaan kopen. Maar hebben die mensen wel nog die dingen dus aan. En dan bedankt jullie voor het kijken naar deze aflevering. Voor dit leuke aflevering. Doe even een duimpje op voor de support. Laat misschien een leuke reactie achter die beneden. Kom ik zeg ik ben nog niet geabonneerd op mij. Druk dan eens elke keer wanneer je weer deze aan jou op de hoogte van mijn video's. En van dan moet ik zeggen. Dus doei mensen. Dat was een super nauwe outro. En dan heb ik even serieus nog maar één ding zeggen. Dus doei mensen. Nou kut, ik ben helemaal vergeten om over de dagelijkse day video's de ronde 3 te praten. Maar dat maakt niet uit. Dat doe ik wel in een andere video. Misschien morgen of als ik nog een video vandaag opneem. Maar dat weet ik niet. Doei mensen. Oh shit. Oh, hebben we weer de chunks? De chunks, die zijn we aan het fucken. Nou ja, daar gaan we dan maar niet te veel op letten. En toch doe ik het, want ik zei het toch. Ja, een beetje dom van mij. Nou ja, dat maakt het rest niet uit. Ik heb zo meteen alweer wat te vertellen. En ondertussen kan ik wel bezig gaan met een hondenhok. Ik zou volgens mij... Oh!